Leuk, een nieuw kringloop. Deze is pas. Nee, dit gaat hem niet worden. Te groot? Hoi wat, super leuk dat je kijkt naar deze nieuwe Rose Diaries. Ik hoop dat het goed met jullie gaat, dat iedereen gezond is. En ja, leuk dat je kijkt. Ik ga nu een koffietje maken. Zin in, moet een beetje wakker worden. Ken je dat? Dat je zeg maar gedoucht bent, je make-up gedaan en dan toch zin hebt om weer in zeg maar een joggingbroek en zo te gaan. Ik ga straks naar de stad toe, dus daar neem ik jullie mee naartoe. Maar eerst koffie. Ja. Goed plan. Yes. Ik heb trouwens deze plant hier gezet. Hier stond eerst een pannenkoekplantje. En ik heb nu deze plant eventjes hier gezet, omdat ik het toch te kaal vond zonder plantje. Ik vind het zo heel erg cute. Echt een beetje zo'n koffiecorner. En ja, de pannenkoekplant heeft het helaas niet overleefd. Ik weet niet wat er gebeurde, maar ineens gingen ze hangen. Dus ik denk dat ik te veel water heb gegeven. En daarna was er helemaal wit. Een soort van, leek wel spinnenweb. Nou, heel gek. Dus alle blaadjes vielen er ook af. Dus nou, weet je, ik heb hem gewoon weggedaan. Dus ja, nu is het zo. Misschien een beetje too much met deze plant hierboven. Komt je? Yeah? Magic. Nu hebben we een lekkere ijslatte met havermelk. Ik nam altijd met amandelmelk, maar de laatste tijd ben ik een beetje veranderd naar havermelk. Ik zou eigenlijk wel willen weten wat voor video's jullie leuk vinden om te kijken op de donderdagen. Want elke zondag komt dus een Rose Diaries. Maar ik ben wel heel erg benieuwd wat jullie nog meer zouden willen zien. Ik heb zelf best wel wat ideetjes. Maar ik ben toch heel erg benieuwd wat jullie willen zien. En als ik dat ook leuk vind, dan ga ik dat zeker doen. Dus laat eventjes hieronder weten wat je graag op dit kanaal wil zien. Zoveel keus. We have to make decisions hier. Ik ga deze ding nemen. Ja, die is leuk. Ik ga hier alles voor mama in doen. Cute tasje. Ik mocht €25 uitgeven. Cute. Oh, soft. Ik had ze ook voor mezelf moeten kopen. Eindelijk heb ik dus nog deze home socks gekocht. Maskertjes. En dit is Peel Off Mask met Manuka Honey. En hier staat komkommer citrus extract. En dat is gewoon een normaal masker. Perfect, we gaan morgen in een hotel. Echt super leuk, een soort van staycation. Dus ik dacht, het is wel erg leuk om dan met de maskertjes. Want we kunnen dat ook in het hotel doen. Ik heb deze super mooie nagellak. En natuurlijk nagellak remover. En op dit moment echt mijn favoriete shampoo en douche gel, et cetera, merk. Dat is 1% gratis. Oh, dat gaat ze zo leuk vinden. Een hotelpakketje. Kijk nou, doe het vast. Dan ga ik nog iets leuks erbij schrijven. Iets van, love you. Je bent de beste mama in de hele wereld. En I love you. Ik ben benieuwd wat ze ervan vindt. Yay. Mam, ben je er klaar voor? Ik ben benieuwd naar de kamer. Als het goed is, is dit een oude rechtbank geweest. Zo leuk. Even badkamer check. Dankjewel voor de uitnodiging. Nou mam, voor jou. Nog een cadeautje voor jou. Van Ethos en mij. Zo leuk. Perfect voor in het hotel. Het was echt weer heel erg leuk om uit eten te gaan. Dat mis ik wel echt heel erg. Echt weer even lekker. We hadden voorgerecht, hoofdgerecht, nagerecht. Zo thankful. En nu
Lekker make-up eraf halen, lekker douchen, dan in bed en lekker tv kijken. Ik heb zo diep geslapen. Bizar, ik ben gewoon even van apropos. Maar ontbijt is er, zo lekker. Ik snap er niks van. Dat kun je praten. Look at that. Coffee. Klaar om de kou te trotseren. Ja, het was echt super chill. We hebben echt heel erg genoten. Dus zeker een aanrader. I love it. We houden even een lunchbreak. We hebben bij het station bij Labcoff gehaald. En ik had deze gehaald. Coconut based. We zijn hier. Bij Noppes in Nieuwegein staan we. Yummy! Look! Leuk, een nieuw kringloop! Heel veel kleding. Oh, dit zijn nice. Deze is passend. Oeh, heel mooi. Altijd handig, die boots. Love it, yay, zo mooi. Diving into concrete. Sweet, huh? Keep losing sleep while driving in the backseat. What's left of me? Ik ben dus op zoek naar een leren broek. Het is echt nog best wel moeilijk om een goede te vinden. Ze zijn allemaal een beetje zo leggingachtig en dat wil ik niet. Ik wil gewoon eigenlijk met rechte pijpen of misschien wijde pijpen. Gewoon een simpel rokje. Niet super bijzonder of zo. Maar op zich wel cute. Nee. Ik weet niet hoeveel deze is. Kijken, rokken. Rokken. 4 euro. Nee. Nou, dit is wel een probleem. Ja, nee. Nee, dit gaat hem niet worden. Ik vind het topje op zich wel heel erg leuk. Alleen, ik zou het gewoon niet zo snel aandoen, denk ik, of zo. Maar ik vind het wel cute. Maar misschien dan niet zo snel op dit of zo. Ik weet niet waarop ik het wel aan zou doen. Ik denk dat ik het eerder op een joggingbroek of zo zou dragen. En deze is dan lange mouw, 3,50. Hij zit wel heel lekker. Het is wel echt een mooie fit. Deze heb ik. Mama en ik zijn in een kringloop. Het heet Kringloop Loosduinen in Den Haag. En ik ben heel erg verliefd op deze sweater jas. Dus ik wil hem toch even proberen. Het enige nadeel is dat er geen prijzen staan. Dus ik heb geen idee hoeveel alles is. Te groot? Wow. What is this? Dus ik ben weer lekker thuis. En ik vond het echt weer even fijn om er even tussenuit te gaan. Vooral als je dan niet op vakantie gaat. Om dan zo'n staycation te doen. Dus super nice. Oh, dit is... super nice. Ik wilde nog laten zien wat ik bij de twee kringlopen had gekocht. Als eerste waren we in Nieuwegein. Het lag heel dicht bij Utrecht. Dus we dachten, dan gaan we daarheen. Deze. En zoals je kan zien had hij 3,3 sterren. Ik vond hem wel leuk, maar niet super bijzonder of zo. En ik heb uiteindelijk de schoenen niet meer gekocht. Want ik dacht, heb ik het echt nodig? En ik vond hem heel erg duur. Daar schrok ik nogal van. Ik heb niet echt bijzondere dingetjes gezien. Wel natuurlijk wel dingen gepast. Maar ja, it was nice. Het was leuk, maar niet geweldig. Daarna had mama een spontaan idee om naar Den Haag te gaan. Helemaal niet in de buurt. Maar daar waren ook een paar kringlopen die open waren. Dus toen zijn we daarheen geweest. En toen zijn we eerst bij Kringloop Loosduinen geweest. En dus niet het filiaal in Scheveningen, maar het filiaal dus in Den Haag. Echt toen ik daar binnenkwam, dacht ik... wow.
Het was echt gewoon een hele grote hal met allemaal dans dingen. Het was eigenlijk best wel een rotzooi, zeg maar. Ik vind het heel erg leuk om een beetje zo daar helemaal in te zoeken en zo. Volgens mij was het de baas. Hij was zo ontzettend aardig. Er stonden dus geen prijzen op, zoals je zag. En hij bedacht dus zeg maar de prijzen. En het waren gewoon redelijke prijzen. Dit was de kringloop. Echt heel erg groot. Ja, het was echt heel erg leuk. En daar ben ik ook het meeste geslaagd. Zoals jullie zien is er geen kerstboom in mijn huis. Ik wilde het wel doen, maar ik heb nu eigenlijk geen zin meer om een hele kerstboom te kopen. En versieringen en zo, daar wil ik wel echt gewoon de tijd voor nemen. Dus ik dacht, dit jaar geen kerstboom. Trouwens, ik vier hier thuis ook geen kerst. Ik ga naar mama toe. Maar ik dacht, om toch een beetje in de kerststemming te komen, kocht ik deze. Voor €2,50. Dat is toch leuk, mensen. Ik vind het cute. Zal ik hem eens laten zien? Heb je een momentje? Waar zal ik het ophangen? Waar zal ik het ophangen? Let me know. Op de deur. Dus deze had ik gekocht. Dan heb ik nog 4 borden gevonden. Zo blij mee. Want ik had dus maar 2 grote eetborden. En dit is dus dezelfde kleur. En kijk, ze zijn een beetje in zo'n bollig. Helemaal nice nog. Deze waren €1 per stuk. Daar heb ik er dus 4 van gekocht. En dan heb ik nog 2 van zulke gekocht. Super mooi. Ik wilde deze echt al heel lang. Dus hier heb ik er 2 van gekocht. En deze waren €1,50. Ja, €1,50 waren deze. En dan als laatste, wat jullie zagen, als laatste shot denk ik. Deze super mooie blazer. Ik vond het gewoon heel mooi. En de kleur. Dus dit was de laatste. Ik wil jullie erg bedanken voor het kijken. Doe een duimpje omhoog als je het leuk vond. En vergeet ook zeker niet te abonneren. En ik spreek jullie later. Bye.